We staan op het Van Heekplein midden in Enschede. En normaal gesproken is het ondenkbaar dat hier campers staan op dit plein. Laat staan dat je hier mag overnachten. Maar de organisatie van Reuring op het Van Heekplein heeft geregeld dat hier vannacht 50 campers mogen overnachten. En wij zijn er natuurlijk bij. De campers komen op dit moment allemaal massaal binnen. Iedereen is druk bezig met zijn kwartier te maken, stoeltjes neerzetten, luifels gaan uit. Wij gaan eens even kijken wat we hier de komende nacht en morgen allemaal gaan beleven. Veel plezier bij deze video. Wat bent u aan het doen, meneer? Ik ben een luifel aan het opzetten. En lukt dat een beetje? Het is zweten, maar dat is, het gaat goed. Het gaat goed. Ja, het komt helemaal voor elkaar. Waarom heeft u zich opgegeven voor dit evenement? Nou ja, het is toch een fantastische kans om hier te kunnen staan. Midden in de stad, met je camper. Ja, het is natuurlijk een leuke kans om een keer midden in de stad te kunnen kamperen. We hebben jonge kinderen, dus we gaan niet zo vaak meer uit. Dus we dachten, nou, dit is een kans die moeten we grijpen. Ik was nieuwsgierig wie erop af zou komen. En? Ah, een grote belangstelling. Had ik niet verwacht in eigen stad. Lukt het, mevrouw? Ja, ik ben aan het denken, ik ben aan het denken wat de hoge en de lage kant is. Het moet natuurlijk wel gezellig worden hier, hè? Maar dit is toch niet de eerste keer dat u kampeert, denk ik? Nee, dat zou wel heel raar zijn, maar ik ben niet zo heel goed nog erin, hoor. Waar komt u vandaan? Hier uit de buurt, Enschede zelf. Delden. Wij komen uit Zwolle, maar via Winterswijk. Dus valt mee, valt mee. Almelo. Almelo. We komen zelf uit Den Bosch. Nou, wat is hier leuk? Wie kan dit nou doen, hè? Dus ja, mooie kans, unieke plek om hier te kamperen. Waarom heeft u zich opgegeven? Nou, eigenlijk door zijn broer. Die stuurde ons een berichtje van, goh, dit is bij het Van Heek. En toen dachten we, nou, met dit busje is dit superleuk. Nou, we hebben deze camper 3 weken geleden gekocht. En dit is eigenlijk de eerste nacht dat we hem uit gaan proberen. Dus dit is even de test vannacht. En dit is natuurlijk wel een unieke kans om hier in de binnenstad van Enschede te staan. Ik ga geen taxifres meer in. Dat komt best wel vaak op nu al, hè? Middel-Nederlandse woord voor. Vraag nummer 7. Welke 4 gemeenten in Gelderland hebben meer dan 100.000 inwoners? I cut my hair on the bathroom floor. I use scissors from my kitchen drawer. It's not as good as it was before. It's how I know you know. You're better than me. You're better than me. We zitten lekker aan het ontbijt, de nacht zit erop en we kunnen wel zeggen dat dit de meest bizarre campernacht is die we ooit hebben meegemaakt. Midden in het centrum van een grote stad. En ook het uitgaansleven in Enschede hebben we van begin tot eind mogen meebeleven. Het was een hele rumoerige nacht, een hele korte nacht, maar we hadden hem voor geen goud willen missen. Vandaag zijn we hier ook nog de hele dag. Het is koopzondag, Wilma neemt de creditkaart mee en ik zie wel wat ik allemaal nog ga beleven. Zo, heeft u een beetje geslapen? Ja, heerlijk geslapen. Het was een uur of 2 dat we gingen slapen, maar ging prima. Ja, geweldig. Het is natuurlijk hartstikke leuk om zo in de binnenstad van Enschede te mogen staan, zo op het plein natuurlijk. En met al deze auto's om je heen. Het is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, ik vond het echt heel leuk. Ik vind het ook wel leuk dat ze dan ook wel iedereen erbij betrekken door 's avonds een pubquiz te organiseren en wat muziek te draaien. Was echt heel leuk opgesteld, ja. Hoe kom je erbij om zo'n knotsgek evenement te gaan organiseren? Campers in de binnenstad van Enschede. Ja, dat is met gekke mensen bij elkaar gaan zitten. En dan krijg je gekke ideeën. Dus we zijn sinds vorig jaar maart denk ik bezig om de zondagmarkten te organiseren. En dan ga je ideeën verzinnen. En de roep vanuit de gemeente was ook om wat meer spraakmakende zondagmarkten te organiseren. Nou, Robin en ik bij elkaar gezeten. En dan thuis brainstorm je nog wat verder. En op een gegeven moment komt er dan iemand die zegt, laten we een camperbinnenstadsplaats maken. Ja, en zo gezegd, zo gedaan. Nou ja, het aantal deelnemers wat we dit weekend hebben is een stuk of 50 zo ongeveer. Er zijn nog wat campers vanuit de organisatie erbij, dus iets over de 50 deelnemers. Ja, super gaaf. En vooral ook heel leuk de speciale campers die we zo links en rechts zien staan. Daar zijn we echt heel blij mee. Heel tevreden. Ja, echt waanzinnig. Het was al heel gaaf dat er ontzettend veel aanmeldingen kwamen. Maar gisteravond bij het ontvangst was iedereen enthousiast en blij. En ja, met dank ook natuurlijk aan iedereen die hier staat. Samen maak je natuurlijk het evenement. En ja, ik ben echt heel blij. Heel tevreden. Ja, en ook lekker geslapen trouwens hier. Nou ja, super geslaagd. En we krijgen eigenlijk heel veel reactie van iedereen van wanneer is het volgend jaar. Dus ja, we gaan uiteraard kijken wanneer we het volgend jaar weer kunnen organiseren. En ik geloof dat er dan ook een aantal mensen gewoon alweer terug gaan komen. Die hebben het plekje al gereserveerd. Nou, als het straks afgelopen is, dan denk ik dat Robin en ik een biertje, denk ik niet, maar een flesje water gaan drinken. En zeggen, dit was helemaal geslaagd en wat verveelde. En misschien nog wel beter dan wat we hadden verwacht. En dat gaan we nog een keer doen. Zeker. Als ik kijk naar jouw combinatie, hè, hoe moet ik het zien? Ik zie een Volkswagenbus, ik zie een aanhanger, maar ik zie eigenlijk ook twee busjes. Ja, dat klopt. De voorste is een Doka, noemen ze dat. Dat is een dubbele cabine met een laadbak. En daar heb ik zelf een schotel van een vrachtwagen opgebouwd. En een tweede busje gekocht. En daar een trailer van gemaakt. Dus hij ligt op de eerste bus eigenlijk. Ik neem ook af en toe mijn kinderen mee. En ik heb twee jongens van 9 en 12. En dan is het onze mannenweekend. En ja, mijn vrouw vindt dit iets minder. Dus die blijft dan, die heeft een lekker weekendje thuis. Inge, Robin, wij vonden het erg bijzonder dat we hierbij mochten zijn. Hartelijk dank daarvoor. We vonden het echt een fantastisch feest. Dus hartelijk dank. Heel graag gedaan en leuk dat jullie er waren. Superleuk, ja, absoluut. En tot zover weer deze aflevering van Camper TV. We hopen dat u het weer een leuke en interessante video vond. Vindt u onze video's leuk? Geef dan even een duimpje omhoog en vergeet niet om te abonneren. Want we zien u natuurlijk weer graag terug op ons kanaal. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende video. Tot ziens!